Vandaag staan we bij Hofstra Trainingen. En Hofstra Trainingen die was genomineerd voor de beste opleider van Nederland. En gisteren was de uitslag. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat dat is geworden. Johan Hofstra, wat was de uitslag? Nou, we zijn in ieder geval niet de beste van Nederland geworden. Op een gedeelde tweede plaats, zal ik maar zeggen. Er waren 12 winnaars uiteindelijk allemaal bij elkaar. En Limburg, de opleider uit Limburg, is de uiteindelijk de beste geworden. Een prachtig mooi bedrijf. Ontzettend leuke mensen die zijn dus kampioen geworden. Dus uiteindelijk vinden we allemaal wel een terechte winnaar. En wij voelen ons overigens ook nog gewoon winnaar van. We zijn het tenslotte van Overijssel. Het is wel zo van als je genomineerd bent voor zo'n mooie titel, ja, dan mag je toch ook best trots zijn. Ja, dat zijn we ook zeker. En het liefst had ik ook de prijs gewonnen. Want uiteindelijk geeft dat ook nog weer een exposure richting alle organisaties. Dat je dus landelijk nog het een en ander verder uit kan dragen. Maar de titel Beste van Overijssel is natuurlijk ook heel erg goed. Want ja, Overijssel is een enorme provincie. Het strekt zich eruit tot en met Enschede en alles eromheen. Dus daar zullen we zeker in de komende tijd ook op de televisie en op allerlei reclame dingen uiting aan geven. En dan proberen we dus voor de VCA toch nog een en ander extra omzet te genereren. Want dat is natuurlijk wel het belang uiteindelijk van zo'n mooie titel. Nu is het zo van je geeft opleidingen. Moet je natuurlijk iets vertellen over die opleidingen? Want waar moet ik dan aan denken? Nou, als we het over de veiligheid hebben, hè, wat enorm hot is tegenwoordig, is de veiligheid certificering aannemers uiteindelijk. Iedere bouwvakker die kent dat en soms worden ze van bouwplaatsen weggestuurd omdat ze geen diploma hebben. En dan komen ze dat hier halen of bij een andere opleider. We doen niet alleen maar VCA, heftruck, hoogwerker, bedrijfshulpverlening, reanimatiecursus. We doen managementtrainingen. Zoals je ziet, communicatie en uiteindelijk nog een stukje klein vaarbewijs. Dus we zijn heel divers. Maar een van de grootste takken van sport is uiteindelijk de veiligheid. Met name de VCA-opleiding. Want wie zijn dan je opdrachtgevers eigenlijk? Nou, dat zijn heel veel installatiebedrijven. Bedrijven uit de petrochemie. Denk dan aan een Esso, een Shell en DSM, al dat soort organisaties. Ik wou dat ik DSM overigens als klant had, want dan was mijn kostje wel gekocht uiteindelijk. Maar dat zijn eigenlijk meestal de opdrachtgevers, aannemersbedrijven hier in de regio. Wat is het aantal leerlingen wat je hier binnenkrijgt? Het aantal leerlingen per groep, dat kan variëren tot maximaal 20 personen. Hè, want anders er komen onafhankelijke examinatoren die komen. Kom je boven de 20, dan moeten er extra examinatoren ingevlogen worden als het ware. Er zijn strenge eisen aan. Het zit onder toezicht van de examenkamer. Dus de examens mogen wij ook niet afnemen. Daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor dat het objectief wordt bekeken. Daar zitten ECABO en het SSVW, Stichting Samenwerken voor Veiligheid, zitten nog achter. En 20 man, we krijgen zo'n jaarlijks ongeveer 400-500 cursisten over de vloer. En het slagingspercentage ligt ontzettend hoog. En dat is ook een van de kenmerken van ons. Wij proberen iedereen er doorheen te krijgen. Uw cameraman, die als hier is, die doet ook zijn opleiding bij ons. En daar zijn we een leuk traject mee ingegaan. En die zal straks in februari zijn felbegeerde diploma gaan halen. Maar dan moet hij er nog wel even wat voor gaan doen. Moet je nog wel goed filmen natuurlijk, ja, hè? Goed, maar daar zijn wij niet bang voor. Dat betekent wel dat je dus in de lift zit, zou ik haar zeggen. Juist in deze moeilijke tijd. Dat geldt voor Hofstra niet? We hebben ook te maken met crisis. Maar de crisis kun je uiteindelijk ook benutten om allerlei andere dingen te gaan doen. Je wordt weer creatiever. Je moet ook kansen zien. En als je een klant hebt en dan, ik zeg altijd maar, het is niet zo moeilijk om omzet te genereren. Maar het is belangrijker om die omzet te houden. Heel veel mensen gaan bij de pakken neerzitten. Ja, je kunt er ook wat kracht uit putten en denken, ja, we moeten het nog beter gaan doen. En 2013 beginnen we weer op nul. We hebben 2012 ook overleefd. Dan zullen we 2013 ook wel doorgaan. Dus, nou, het enthousiasme, dat straalt eraf. Ja. Dus daar zal het niet aan liggen, denk ik. Nee, dat klopt. En dat proberen we ook uit te stralen. En overigens, ik had vorige week in de commissie, moest naar Utrecht. En toen heb ik ze verteld dat ik een kathedraal aan het bouwen was. En die kathedraal is nog niet af. Dus er kan nog een dak boven dit pand op. Dus ik ben met mijn medewerkers en alles ben ik bezig om te zorgen dat we toch nog de extra dingetjes. En ja, je bouwt het niet alleen. We doen het niet alleen. Ik bedoel, ik krijg die titel zelf. Maar dat doe je met de medewerkers er ook omheen. En dan zie je in zo'n groep die als we vandaag ook hebben. Ja, er staan gewoon allemaal mensen voor die als ook gedreven, gepassioneerd en enthousiast zijn. En betrokken. En betrokkenheid is natuurlijk ontzettend belangrijk. Nou, wij wensen je nog heel veel succes. Ja, dankjewel.